mensen, dit is Relax 80 NL vlog nummer 61. En aan het eind van deze mooie dag zit ik nog even nabij recreatiegebied Geesmerambacht, vlakbij Koedijk. Aan een prachtig mooi water. Ja, en natuurlijk mijn prachtige mooie vervoermiddel. Maar het gaat nou even om dit mooie rustige gebied. Het is hier gewoon super. Ik zit hier al een minuut of 10. En er is nog helemaal niemand voorbij gekomen. Nou, wie heb het? Want met dit mooie weer zie je bijna overal wel mensen. En in dit mooie gebied niet. Daarom wou ik dit toch even laten zien. Dit is natuurlijk wel uniek. Ik zit hier trouwens op een voormalige boomstam. Met daaromheen een laagje rubber. Ja, niet super comfortabel. Maar ik natuurlijk wel. Ik heb mijn ideale oplossing weer mee. Ik zeg, ze zijn er ideaal voor. Ja, misschien ben ik wat minder ideaal voor dat ding. Het ding is wel ideaal voor mij. De vogels vinden het ook. Prachtig mooi uitzicht. Helemaal super. Ja, als je van rust houdt, is dit wel het gebied. En ik zei het net al, ik ben hier natuurlijk met mijn prachtige vervoermiddel, de Kymco Crown Dink. Ik ben hier uiteraard natuurlijk niet rijend gekomen door het recreatiegebied. Reeds een heel klein stukje vanaf die weg daar. Oh. Want rust moet natuurlijk wel rust blijven. Prachtig die ganzen. Daar kan je wel van genieten hoor zo. En ook buiten de ganzen, je hoort hier gewoon van alles. Eenden hoor ik hier ook. En er komen nog meer ganzen aan. Ik denk dat het hier vannacht nog wel drukker wordt met ganzen. Ja. Zo, als ik hier nou zit, kan je wel uren blijven zitten hoor. Ja. Daar kan je wel oud mee worden. Met zo'n leven als dit. Ja. Geen stress. Ja, en wat ik net natuurlijk al zei. De Kymco Crown Dink. Ik kom natuurlijk op veel mooie gebieden met deze. Ja, er zijn van die scootertjes, die zijn natuurlijk alleen voor de buurt. Maar deze, die is voor de hele provincie. Super comfortabel. Ja, ik hou van comfort. En dan is dit de ultieme 50cc scooter. Ja, je kunt natuurlijk wel denken, er is natuurlijk nog beter. Natuurlijk, een motorscooter is beter. Maar ja, moet je wel eerst weer helemaal een motorrijbewijs halen. Kost natuurlijk weer flink duurder in de aanschaf en daarna natuurlijk in de verzekering, de wegenbelasting. En dit is eigenlijk een heel comfortabel ding en helemaal niet duur. En de eenden gaan hier inmiddels nog op de kant staan ook, daar komen ze hier nog naartoe ook. Ik heb alleen helaas geen eten voor ze. Nee, ik heb zelf alles al op. Ja, wat kan ik verder nog melden? Dat er natuurlijk de komende zomer natuurlijk nog veel meer vlogs gaan aankomen. Ja, er komt nog van alles aan. Ja, ik zit ook nog een beetje te denken om inderdaad een soort met van storytime idee te gaan doen. Om nou een beetje ja, dingen uit mijn verleden te vertellen en zo. Ja, niet de negatieve dingen hoor. We gaan het natuurlijk wel positief houden. Want ja, iedereen heeft natuurlijk ook wel negatieve dingen meegemaakt. Ja, ik ook. Maar ja, er zijn nog wel misschien andere leuke dingen die misschien leuk zijn. En dan is het in mijn geval ook nog zo. Dan kies ik ook nog de locatie erbij wie daarbij hoort. Want bij de herinneringen horen locaties. Ja, en ik heb er dus van de zomer dan, als je dat wil gaan doen, zat op te zoeken. Ja, en dan ook nog de locaties die eigenlijk helemaal niks met herinneringen van mij te maken hebben. Gewoon zomaar leuk om heen te gaan. Zo is dit. Dit heb er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar het is wel prachtig. Maar toch... Ik raad ze aan hier een wat comfortabele bank in te zetten, want zo'n uitgehakte boomstam, dat is het niet echt. Kijk, nou heb ik natuurlijk wel een oplossing mee. En ik ben nog net niet zwaar genoeg om te zorgen dat die knalt, maar dat kan natuurlijk wel. Je moet niet veel meer zijn dan mij voor dit. Maar goed, tot nog toe gaat dat. En zolang het gaat, gaat het. Een prachtige lucht hier. Met allemaal natuurgeluiden erbij. Ja, dat wat je verderop hoort, dat is de Schagenweg. Ja,
Helaas, je hebt altijd wel wat geluiden van een weg in de buurt. Ja, Noord-Holland is niet zo'n grote provincie. Dus ja, je blijft altijd wel ergens in de verte een weg horen. Er zijn maar weinig plekken waar je het bijna niet hoort in Noord-Holland. Er zijn wel een paar van die punten, dan zit je er eigenlijk best wel ver vanaf. En dan is het wel behoorlijk stil, maar dan zelfs nog in de verte hoor je wel iets van een weg. Ja, dat blijft hier zo. Ja, ik ga zo meteen toch weer richting huis. Ik ken het hier nog wel uren uithouden. Maar ik was even aan het tanken en ik heb even de bandenspanning van mijn scooter eventjes gecontroleerd. En toen zou ik weer richting huis rijden, toen kwam ik hier langs. Ik denk, ik ga toch eens eventjes hier een vlogje maken. Ja, deze plek was ik nog niet geweest. En ik ken dit nog uren uithouden. Ja. De strandbal niet, denk ik. Ik weet niet of die dat dan ook uren gaat uithouden. En ik ben alleen, wat ik al zei. Mijn mopje zit natuurlijk thuis. Dus ik ga zo meteen toch weer richting huis. Ik ga het toch maar afsluiten hier voor deze keer. Maar misschien ga ik hier later nog wel een keer bij daglicht naartoe. En dan ga ik het hele gebied eens een keer door. Hierachter op het Gijsbrandbach lopen ook nog van die Schotse hooglanders. Prachtige beesten. Die zullen er nu ook wel lopen. Maar ik ga in het donker natuurlijk niet met de scooter het Gijsbrandbach op. Dat gaan we niet doen. Nou, ik zei het al. Ik ken dit nog wel een tijd uithouden. Maar ik ga hem toch afsluiten hier. Dit was Relax 80NL vlog nummer 61. Dit keer even vanuit het recreatiegebied Gijsbrandbach. En dit keer echt op de recreatieve manier. Aan het water. Met een strandbal. Oh nee, in mijn geval op een strandbal. Ja, dat is waar ze bij mij voor zijn. Maar goed, dat weten we inmiddels. Ik ga hem afsluiten en ik ga de bal weer even leeg laten lopen. Want dan past hij weer onder de bak van de scooter. En dan ga ik weer richting huis. Dit was Relax 80NL vlog nummer 61. En ik zou zeggen, tot de volgende. En de op het moment 64 abonnees. Bedankt dat jullie er zijn en bedankt dat jullie weer hebben gekeken. En we gaan verder voor meer natuurlijk.